Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Deze keer ga ik met u spreken over uitholling doe je van binnenuit. Uitholling doe je van binnenuit. De anti-bekering is helemaal in. Was het in Gods ogen al een grove nalatigheid als kinderen Gods, of wat daar maar voor moest doorgaan, negeren wat de Bijbel heeft te zeggen over veel zaken waar wij in het leven te pas en te onpas tegen aanlopen. Ook de gevolgen van een dergelijke onverschilligheid zullen hem ongetwijfeld dagelijks de neus uitkomen. Het is telkens weer verbijsterend om vast te moeten stellen dat in het freelance christendom glashard meningen kunnen worden verkondigd die lijnrecht ingaan tegen de boodschap van de Bijbel. En dat de grote grijze massa vervolgens gedwee de aldus verkondigde misleidingen achterna loopt. Moeite doen om zelfs eens te achterhalen wat God over het een en ander heeft te zeggen door eigenhandig de Bijbel de hand te nemen, mocht dat überhaupt onder die anderhalve meter dikke stoflaag nog terug te vinden zijn, is voor vele volksstammen duidelijk te veel gevraagd. Met als gevolg dat de wildgroei binnen het zichzelf nog christendom noemend voortwoekert als een kanker. Dat zegt Paulus in Timotheus. Het volk Israël liet keer op keer blijken dat het woord Gods, die geregeld door de profeten werden gebracht, minachtte. Totdat de genadetijd voorgoed voorbij was, dat hebben deze opstandige Israëlieten daar in hun beroofde land uiteindelijk geweten. Ze zijn gedeporteerd, de 10 stammen naar Assyrië en 125 jaar later Juda naar Babylon. Maar dat is een ander onderwerp. Eenzelfde hardnekkig verzet tegen God, Gods wil en waarheid, heeft ondertussen ook in het huidige christendom een rottingslucht tot gevolg gehad. En een klimaat waarin de zonde geen zonde meer genoemd mag worden. Zo las ik ergens dat er een christelijke werkgroep bestaat die met hand en tand een zonden verdedigt, waarover het woord van God ons ook een duidelijke boodschap heeft nagelaten. Die boodschap is zelfs zo duidelijk dat bepaalde theologen zich in paniek om zoveel duidelijkheid in de vervreemde bocht te wringen, om ons leken er maar toe vooral te kunnen overtuigen dat de theologische wetenschap ondertussen heeft kunnen achterhalen dat wat bijvoorbeeld Paulus erover schreef, bijvoorbeeld over homofilie, toch echt anders door hem bedoeld werd dan dat wij erin lezen. Waarmee de heren, godgeleerden, feitelijk bedoelen te zeggen, maar dat mogen wij natuurlijk niet weten, die Paulus had maar gewoon zijn kop moeten houden, want nu moeten wij knappe koppen die we zijn meer recht gaan breien waar Paulus ooit een gigantische steek liet vallen. Die Paulus liet echter beslist geen steken vallen. Hij had de waarheid van het evangelie lief en was bereid daarvoor te lijden. En daarmee toonde hij een gezindheid die kenmerkend is voor een echte discipel van Jezus. Maar die bij de meerderheid van het hedendaagse christendom totaal onvindbaar is. En vanuit deze oprechte gezindheid schreef hij in Romeinen 1 vers 24 tot 31 het volgende. Daarom heeft God hen in hun hartstocht overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Ik heb het eens over homofilie. Zij immers hadden de waarheid God vervangen door de leugen en de schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen, die homofielen, overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannelijke natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen, let op, schandelijkheid bedrijvende, en daardoor het welverdiende loon
voor een afdwaling in zichzelf ontvangen. Eens. En daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld met allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volnijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Dit komt er nog allemaal bovenop, boven bij die homofilie. Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwaterende, overmoedige grootsprekers vinden in het kwaad hun ouders ongehoorzaam. Onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Sodomieter, het zal je maar gezegd worden. Dan zul je als de mieter je schoenen uit moeten doen voordat je je tenen krom trekt, want anders krijg je die schoenen gegarandeerd niet meer uit. En als die schoenen dan toch uit zijn, kun je meteen de gelegenheid gebruik maken om voor de heilige God te staan, zoals ooit Mozes deed toen hij bij zijn ontmoeting met God door die brandende braamstreek te horen kreeg. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Met die heilige grond, maar ook met de heilige God zelf, wordt voortdurend de spot gedreven door christenen die van de christelijke werkgroep, van die groep mensen waar ik het over heb, glashard durven te beweren dat homoseksualiteit, want daar hebben we het dus over, moet worden aanvaard als onderdeel van een eigen identiteit. Wel, er zat er natuurlijk dik in dat ook over deze zogenaamde eigen identiteit het benodigen in de Bijbel te vinden is. Paulus zegt in Galaten 5 vers 17, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Zelfs nog een tikkeltje scherper gebruikt Paulus deze waarheid in Romeinen 8 vers 7 tot 8 onder de aandacht. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens het kan het ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Wie van mening is dat Paulus' woorden hier onbedoeld een beetje krom op papier zijn terechtgekomen, doordat zijn pen uitgleed, volgt nu een soortgelijk knetterende waarschuwing van precies diezelfde Paulus. Hij zegt, let op, dood dan de leden die op de aarde zijn, hoerderij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. Om welke dingen de toren Gods komt, daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefde. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. Paulus spreekt niet tot heidenen, maar tot Gods uitverkoren volk, door u en mij. En inderdaad, je voelt de buil hangen. Met hoererij en onreinheid bedoelt de Bijbel ook de zonde van homofilie. Een begrip dat volgens het woordenboek hetzelfde betekent als homoseksualiteit. Onderscheid willen maken tussen die twee begrippen heeft dus geen zin. Maar dat terzijde. Geen enkel homoseksueel is overal bij voorbaat veroordeeld tot het helvuur, want wij zijn beslist niet geroepen om anderen voor eeuwig te veroordelen. Daartoe is alleen de hemelse rechter bevoegd. Wij kunnen en moeten daartegen onze medemens wel waarschuwen voor de gevolgen van deze zondige wandel, waarin men daarin volhardt. Dit is zelfs de plicht van iedere discipel van Jezus. Mede daarom noemt Jezus zijn discipelen het zout der aarde. Zout is namelijk een bederfwerend middel. De keihard realiteit van deze, echter van deze mensen die onder een schijn van christelijkheid de restanten van het christendom zijn binnengedrongen, al wetende die hun Bijbel onder die halve meter dikke stof vandaag maar niet konden terugvinden, met een sluwe, vrome kronkel wijsmaken dat eigen zondige identiteit aanvaard moet worden als iets dat nu eenmaal bij de mens zou horen. Die vijandschap tegen God uit zich hierbij in het compleet negeren van wat Gods woord hierover zegt. Dit is nu de anti-bekering die lijnrecht tegenover het evangelie staat.
Het evangelie houdt onder andere in dat Paulus schrijft in Efeze 4, vers 21 tot 24. Gij hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten derven gaat, verderven, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Bij die nieuwe mens vinden wij beslist niet het wangedrag dat in Romeinen 1 vers 24 tot 31 wordt beschreven. Maar wel dit wordt gevonden en waar een christelijke werkgroep dit zondige gedrag verdedigd hebben, dan hebben wij te maken met grimmige wolven waarvoor de apostel Paulus al waarschuwde in Handelingen 20 vers 29 en 30. Zelfs weet ik dat naar mijn heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich te trekken. Het is tekenend dat juist in deze eindtijd de Satan steeds brutaler en grovere wapens in de strijd werpt, om zoveel mogelijk mensen in zijn eeuwige ondergang mee te kunnen sleuren. Adolf Hitler schijnt eens gezegd te hebben dat de grote massa van nature geneigd is een grote leugen veel eerder te geloven dan een kleine leugen. Het blijkt een geestelijke realiteit te zijn waarvan de Satan op grote schaal gebruik maakt. Van alles wat God ons in zijn woord heeft bekendgemaakt, wordt door Satan en zijn handlangers aangegrepen, het tegenovergestelde beweerd en bewerkt. Vandaar dat de apostel Paulus schreef over de natuurlijke omgang, die wordt vervangen door tegennatuurlijke. Homofilie, homoseksualiteit, is precies dit tegennatuurlijk wapen van de Satan, dat met name in deze eindtijd op steeds grotere schaal wordt ingezet, zowel die overal om ons heen zien gebeuren. De keiharde realiteit is dat het een uiterst grove manier is om de spot te drijven met Gods heiligheid. Homofilie is spotten met Gods scheppingswetten. Dit is dan ook de reden dat in deze eindtijd uitgerekend de zonde van homofilie fanatiek wordt bedreven in occulte kringen zoals satanisten, afgodendienaars, de politieke machthebbers in deze wereld doen dat. Een zonde die met een hysterisch fanatisme, dat wil zeggen, allerlei debiele wetten aan de wereld worden opgedrongen. Er is echter niets nieuws onder de zon. Dat bewijzen bijvoorbeeld de oude Egyptische tempels, waarin vele afbeeldingen zijn te vinden die onverbloemd aantonen dat deze zonde ook in de oude tijd al door de occulte afgodendienaars van Egypte werd bedreven. Homofilie is dus een manier waarop de haat tegenover de schepper wordt geuit. Homofilie behoort dan ook tot de kern van satanisme. Anders gezegd, homofilie is satanisme. Nu de wereld opnieuw door een golf van occultisme en wetteloosheid wordt overspoeld, is het dus ook deze vervloekte zonde weer aan een opmars bezig. En uiteraard doet het verrotte Nederland zijn best om ook wat dit betreft de beste tovenaarsleerling van de klas te zijn. Daar worden wij bijvoorbeeld aan herinnerd als we weer eens vernemen dat plaatselijke overheden, wetgevers, handhavers van de wet, allerlei belangengroepen en wat er verder nog in deze beerput van de zonde rondzwerft, over elkaar heen rollen om de zonden van de homofilie bij zoveel mogelijk mensen door de strot te kunnen duwen. Dat deze zonde, mede door de inspanning van vrijzinnige ratten en dominees, nu ook steeds openlijker binnen het christendom wordt aanvaard als onderdeel van de eigen identiteit, is eens te meer bewijs dat het huidige christendom allang het grote geestelijke Babylon is binnengeloosd. Het grote Babylon waarbinnen de spotters, de goddelozen en de occultisten de dienst uitmaken, waar regels en wetten gelden
die door boze geesten uit de hel worden opgelegd. De wolven, waarvoor Paulus waarschuwde, staan in dienst van deze boze geesten. En ook al worden deze wolven dankzij hun schapenvacht door de nietsvermoedende schapen niet opgemerkt, hun anti-evangelie heeft wel degelijk een anti-bekering tot gevolg, waarmee deze binnengedrongen misleiders de christelijke restanten die nog overeind staan steeds verder uithollen. Want uithollen doe je van binnenuit. En dit wordt bewerkstelligd door onze overheid, de regering, op allerlei fronten, allerlei groepen en zelfs door kerkelijke herders. Ik weet wel dat nu je tenen krom staan in je schoenen of zelfs je veters losspringen van kwaadheid. Het zij zo. Wie zich niet bekeert van deze verschrikkelijke satanische zonde zal branden in de hel. Dat is wat het woord zegt. Want zij die dit doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En ik weet het, dit is een ernstige waarschuwing. En ik sta er voor 100% voor. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob ons volk terugbrengen. Dat hij zijn geest uitstort. Dat er een geest van berouw komt op ons volk. Dat we zullen stoppen met deze verschrikkelijke zonden. In Jezus' naam. Amen.